Tisna. En hier een kans. Milik legt hem klaar en daar is het doelpunt van Klaassen. Prachtig doelpunt van Ajax. En in de 8e minuut staat de ploeg van Frank de Boer al met 1-0 voor. Weer een doelpunt voor hem, Davy Klaassen. Sinkgraven zou kunnen. Nu langs. Sinkgraven, Klaassen, waarom niet in één keer? Oh, zo kan het ook. Een soort met van puntertje in benen. Klaassen die je meeneemt en een soort puntertje zorgt voor de 1-0. Klaassen voor de eerste keer. Eriksen. Goed balletje. Eriksen. Hij staat hier naar de bal toe. Dat is Klaassen. Het zal toch niet? Het zal toch wel? Wat een debuut! Wat een debuut! Dave Klaassen. Ik denk dat hij nog geen minuut in het veld staat. Eriksen wacht. Klaassen komt en doet dit allemaal perfect. Van der Hoorn legt klaar. Klaassen. En daar is de 1-2. En iedereen die vertrokken was, die hoort dit en besluit, nou weet je wat, misschien toch maar weer omdraaien. Want Ajax leeft weer. Klaassen niet eens. Ja. Dat is vorstelijk uithalen. Hè? Maar dat is breed glimlachen. Want dat is een poeier. Knalhard. 5 doelpunten in 8 wedstrijden. Davy Klaassen. Daar is El Ghazi. Daar is Klaassen. Goal! Goal! Ajax. Geen verlenging. Klaassen doet het 2 keer. 1-2 voor Ajax. Voorzet en daar, doelpunt, Davy Klaassen. Schitterende treffer. Eindelijk loopt er een speler goed richting eerste paal. En dan is het ook onmiddellijk raak. Klaassen. Klaassen. En daar is hij. Oh. Dat heet een fraaie loopactie. Maar eerder wie er toe komt, ook de man die de paas dan geeft, verdient applaus. In dit geval Mooijsander. Kortom, dat is 3 voor Klaassen in deze wedstrijd. Kluivert, goed Klaassen, 2-0. Davy Klaassen. Prachtige goal. Geweldige voorzet en wat een vrijheid daar voor Klaassen die de bal iets achter zich krijgt. Maar wel de traptechniek heeft om het af te maken. Younes, Casera met het overstapje voor Klaassen. Wat een geweldige goal. Wat heerlijk geraakt die bal. Wat een knal van Klaassen. Kijk even waar die bal weg komt daar. Geweldige paas. Daar kan een keeper nimmer nooit bij. Van 100 watt. En dan draait hij naar buiten.